Hallo, het is vandaag 17 mei. De coronamaatregelen zijn al minstens 2 maanden van kracht. Ik als informaticus kan gelukkig van thuis uit werken via mijn internetverbinding. Maar na 2 maanden gaat dat ook vervelen. En toevallig heb ik vandaag het mondmasker ontvangen dat de gemeente heeft uitgedeeld. Dus ik kan dus niet alleen in het blauw, maar ook in het wit verschijnen als het nodig is. In België blijven de cijfers dalen en dat is bemoedigend. Dus in kleine stapjes worden verschillende maatregelen stilletjes aan afgeschaft. We mogen stilletjes aan sommige dingen al opnieuw beginnen doen. Maar ik zou toch best eens binnenkort een afspraak maken met de kapper. Want dat coronakapsel begint met de keel uit te hangen. In Polen is er geen duidelijke curve. De cijfers variëren daar heel sterk van dag tot dag. Waardoor de indruk ontstaat dat de dagelijkse statistieken slecht verzameld worden. Op dit moment is er in Polen nog steeds de maatregel van kracht dat mensen die het land binnenkomen 14 dagen in quarantaine moeten. Dus de toeristuithangen in Polen gaat op dit moment niet. Als die maatregel niet wordt afgeschaft begin juli, zal ik niet kunnen afreizen naar Polen. Bovendien is ook in Berlijn deze maatregel van 14 dagen quarantaine van toepassing. Dus ook Duitsland is het niet mogelijk om te overnachten. In Chili is de curve nog heel hard aan het stijgen. Daar zit men nog in de beginfase van de epidemie. En daarom heeft men nu al in meer dan 300 gemeenten het rampenplan afgekondigd dat 12 maanden geldig blijft. Ook heeft de president Piñera de noodtoestand afgekondigd voor 3 maanden, die nog loopt tot in juni. Daarom vrees ik voor mijn afreis naar Chili om daar de totale zonsverduistering waar te nemen. Die is pas in december gepland, maar deze pandemie lijkt overal een zeer lange staart te hebben. Dat wordt met een bang hartje afwachten. Bescherm uzelf en uw familie. Hou het veilig en gezond. En hopelijk kunnen we binnenkort elkaar weer in het echt ontmoeten.